drie bedrijven, Bijlpolyester, Bijlpolycast en Bijlprofielen, hebben alle dezelfde achtergrond. Ze komen alle drie uit dezelfde, zeg maar, polyester, glasvezelverwerkende industrie, waarbij ze op de markt allemaal hun eigen specialiteit en eigen toepassingsgebied gevonden hebben. Polycast is een onderdeel van de Bijlgroep, waar wij onze eigen profielen verwerken en waar wij voor een beperkt aantal klanten kasten bouwen die dienen als bijvoorbeeld opvangbakken. Wij doen daar frames en constructies samenbouwen, samengesteld op onze eigen profielen. Die profielen worden onder andere in de bouwsector gebruikt, waar ze als onderdorpel voor kozijnen gebruikt worden. Ze worden in de transportsector gebruikt, waar daar carrosserieën mee samengesteld worden. Ze worden gebruikt in de luchtbehandeling, in de koeltechniek, waar ze als onderdelen van constructies toegepast worden. Bijlpolyester is naast hun eigen klanten een leverancier voor Bijlpolycast van daken, die Bijlpolycast toepast op de producten die bij Bijlpolycast geproduceerd worden. Wij bouwen hier producten van dakopstanden voor verschillende klanten, tot natuurlijk uiteraard onze kern, dat zijn de vloeistofbakken. Filtersystemen, luchtkanalen, spuittanks. De technieken zijn zodanig veranderd in de jaren dat wij hier nu beschikken over een 29 aantal kleuren, verschillende kleuren spuiten. Dus het wordt allemaal, de gelcoat wordt niet meer met de hand aangebracht, maar wordt gespoten. En de hand lay-up methode wordt hier nog wel gedaan, dus vooral voor de speciale dingetjes. Maar de grote massa wordt hier gewoon gespoten met glasvezel en hars. Het polyesterproduct is vrij duurzaam. Het is waardoor mee omgegaan wordt. Je kan het niet vergelijken met een andere kunststof. Het is te repareren, vrij simpel te repareren. We hebben hier in Nederland hebben we te maken met Westland. Het is erg gegroeid. En we zien steeds meer bedrijven toch hier weer naar de grensstreek trekken. En natuurlijk de utiliteitsbouw. Dakgoten, dakkapellen, deurluifels, koude brugelementen. Waar we toch ook nog weinig zien in België. De samenwerking met Bijlpolyester heeft weinig betrekking op Bijlprofielen, maar meer op Bijlpolycast, omdat wij daar de daken voor onze kasten betrekken van Bijlpolyester. Wat betreft betrouwbaarheid, het product is een product dat samengesteld uit is circa 60% glasvezel en 40% binder, wat in ons geval meestal polyester is. Deze samenstelling maakt het product heel licht van gewicht. De treksterkte heeft gelijke waardes als staal, met het voordeel dat het weinig weegt. De Polycast is in Europa een van de belangrijkste fabrikanten van AdBlue containers. Dit zijn containers die toegepast worden om AdBlue op te slaan, vorstvrij op te slaan en dienen als opvangbak om bij lekkage eventueel de overtollige AdBlue op te vangen. We maken bij Polycast speciale frames. Frames die toegepast worden op allerlei terrein, in de meest agressieve omgevingen, in woestijngebieden, in de chemische industrie, in de olie-industrie, in de offshore-industrie. Al dit frames wordt in samenwerking met klanten ontwikkeld.